Hoe houd je een gebouw van 3 verdiepingen in de lucht? Dit is de Universiteit van Nederland. Hoe houd je een gebouw van 3 verdiepingen in de lucht? Je kan ook zeggen, sommige mensen dachten aan in de lucht springen. En ik kreeg al antwoorden van dynamiet toen die vraag de afgelopen tijd passeerde. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Hoe houd je een gebouw van 3 verdiepingen in de lucht? Dat refereert aan een vliegtuig. Ik ben wel eens op zoek geweest bij de KLM tijdens groot onderhoud. En toen hadden ze daar een Boeing 747. Je ziet hem hier. En die was helemaal uit elkaar gehaald. En dan zie je lift, airconditioning. Je ziet 3 verdiepingen, trappenhuis erin. Dat is werkelijk een gebouw. Dat vergeet je wel eens als je zo'n ding ziet. En ja, u zou misschien zeggen dat zijn 2 verdiepingen, want ik zie maar 2 rijen raampjes. Maar er zit natuurlijk ook nog een kelder onder waar alle bagage en vracht in ligt en wat brandstof. En in die zin is het 2 verdiepingen waar mensen zijn, maar het zijn echt een gebouw van 3 verdiepingen. En als u zegt dat bovendek, hè, waar de wat rijkere passagiers meestal zitten, dat bovendek dat is maar een klein stukje, het is niet echt een gebouw van, het is meer een vlieringtje erop zou je kunnen zeggen. Dan is er ook nog een ander vliegtuig wat werkelijk over de volle lengte 3 verdiepingen heeft. Dat is de Airbus A380, die staat ook hier, we hebben er ook een plaatje van. En zoals u kunt zien zitten hier werkelijk volledige rijen, 2 verdiepingen met passagiers en weer 1 verdieping met bagage en brandstof. Het is dus echt een gebouw, dit is de Airbus A380, de echte grootste. In Europa wordt die gemaakt. En dat blijft ook als je er veel colleges over hebt gehad en het bestudeerd hebt. Op het moment dat je aan de kop van de landingsbaan gaat staan, bij de weg van Aalsmeer naar Hoofddorp bijvoorbeeld, zuidwestenwind. En je ziet daar zo'n 747 of zo'n A380, zie je loskomen. Dat blijft een indrukwekkend gezicht. En dat roept bij heel veel mensen toch de vraag op van hoe kan dat nou? Hoe kan zoiets, wat toch zo zwaar is, zomaar de lucht invliegen? Nou, laten we eerst eens stilstaan bij hoe zwaar dat dan eigenlijk is. Nou, als voorbeeld kan je denken, om wat dichter bij huis een voorbeeld te pakken. Er zijn, als je kijkt naar een vrachtwagen. Als je denkt aan de vrachtwagen, 10 tonner, 10.000 kilo. Hier zien we er een stuk of 10 staan. Dus dat betekent, we hebben het over 100.000 kilo. Nou, zo'n Boeing 747 is 4 van deze rijtjes vrachtwagens. 400.000 kilo. En die grootste, die Airbus A380, die is zelfs 600.000 kilo. 6 van die rijtjes van die vrachtwagens. En dat springt dan zo de lucht in. Het lijkt een soort onzichtbare kracht. En ja, dat klopt natuurlijk ook. Die kracht is onzichtbaar. En hoe dat nou kan, wat nou echt het mysterie is, dat hangt van een paar dingen af. En het eerste waar het mee begint, is dat er eigenlijk onzichtbare kracht is om ons heen die we ons bijna niet realiseren. En dat is de luchtdruk. Die luchtdruk is werkelijk heel erg groot. Dat wordt wel eens vergeten. Als je gewoon kijkt naar de eenheid voor luchtdruk, je rekent dat om naar een vierkante meter. En er staat hier een tafel die niet geheel toevallig ongeveer een vierkante meter groot is. De luchtdruk op dit oppervlak betekent dat er in feite 10.000 kilogram op deze tafel drukt. 10.000 kilogram op iedere vierkante meter. Hij blijft natuurlijk staan, omdat er aan de onderkant ook zo'n kracht zit. En daarom merk je er ook niets van. Dat hebben wij zelf ook. Hè. Alle kanten hebben hetzelfde luchtdruk, van binnen en van buiten. Dus ja, daar merk je er niet zoveel van. Maar het is een gigantische kracht. Dus 10.000 kilogram per vierkante meter. Nou, om dat een beetje voelbaar te maken, hebben we in de colleges, hebben we ook die we met de studenten doen, hebben we een kleine demonstratie om te laten zien wat die druk nou eigenlijk is. Wat we dan namelijk doen is, we pakken een olievat, versterkt met stalen ringen, 200 liter vat, en daar koken we water in. En dat gaat op een gasbrander, koken we water in. En wat er dan gebeurt is, zo'n vat wordt gevuld met waterdamp, gasvormig water, en dat verdringt de lucht uit zo'n vat. Dan draaien we hem dicht, dop erop, brand eruit, eraf, en dan koelen we hem met een brandslang. En wat er dan gebeurt is dat waterdamp, dat wordt weer vloeistof. En dat wordt er veel kleiner van qua volume. En dan normaal gesproken gaat er dan weer lucht voor in de plaats, maar dat kan niet, want we hebben dat ding dichtgedraaid. En dat is dus een eenvoudige manier om dat vat vacuüm te trekken. En dat betekent vacuüm dat er geen lucht in zit en dat er dus geen luchtdruk aan de binnenkant zit, maar wel aan de buitenkant. En als er alleen maar lucht aan de buitenkant zit, is dat de manier om het zichtbaar te maken.
echt in één keer klapt zo'n heel versterkt vat, klapt in elkaar met een enorme knal. Als je er vlak naast staat, kan je er ook een flinke tik van krijgen. Het is niet voor niks dat die wegspringt. En je hoort een enorme knal, dat komt hier dan iets minder goed door, maar het is echt een enorme knal. Het is een gigantische kracht. Nou, als je nou naar zo'n tafel kijkt, dan wat zal deze wegen? 10 kilo, 20 kilo? Die denk 10, ik denk dat mijn 10 wel bekeken is. Als je nou 10.000 kilogram opdrukt, en aan de onderkant ook, dan betekent dat als je 1 promiel luchtdrukverschil maakt tussen de boven- en onderkant, heb je dus al een kracht van 10 kilo. En dat is al genoeg om dat ding op te tillen. En dat is dus het geheim. We hebben dus een gigantische kracht tot onze beschikking. En we moeten daar proberen een drukverschil tussen de boven- en de onderkant te maken. Als je nou kijkt naar zo'n A380, die heeft een vleugeloppervlak van 845 vierkante meter. En de Boeing 747, die we daar wel op de schermen zien, die heeft een vleugeloppervlak van ongeveer 525 vierkante meter. Je kunt dus dat, wat ik net met die tafel deed, dat sommetje kun je ook voor die vliegtuigen doen. En wat je dan nodig hebt is per vierkante meter een kracht die ongeveer 700 kilo kan optillen. Nou, van 10.000 kilogram is 700 kilo ongeveer 7%. Dus dat is wat een vleugel maar hoeft te doen. Hij moet, het is wel meer dan die promiel, maar hij hoeft maar 7% luchtdrukverschil tussen de boven- en de onderkant te creëren. En je kan het vliegtuig al optillen. Nou, hoe doet zo'n vleugel dat? We hebben hier een vleugel liggen. En er wordt namelijk vaak een verhaal verteld, dat vind je bijna overal in alle boeken, documentaires of Discovery, een verhaal wat helemaal niet klopt. Dus dat is jammer. Dus dat is, het is ook gek dat trouwens het principe hoe zo'n vleugel werkt, dat zelfs experts, kan je daar bij de koffieapparaat nog over horen discussiëren hoe het nou precies werkt. Want ja, er zijn allemaal verschillende verhalen erom en dat heeft ook invloed op deskundigen. Ik ga het proberen uit te leggen. En daarvoor hebben we die twee A4'tjes allemaal. We hebben allemaal twee A4'tjes. En dus als jullie even onder de stoel vandaan wil pakken, twee A4'tjes. We moeten dus een drukverschil maken. Nou, het eerste principe wat we hier kunnen zien is, als we die twee blaadjes zo pakken, we doen ze vlak bij elkaar. En ik hou ze een beetje hoger, zodat ik er tussen de onderste helft zeg maar door kan blazen. En ik doe dat. Wat gebeurt er dan? Ze gaan tegen elkaar aan. Dus je blaast er extra lucht in, maar in plaats van dat ze uit elkaar gaan, gaan ze tegen elkaar aan. En dat komt omdat lucht die snel beweegt, die heeft een gedeelte van zijn energie in die snelheid, in die richting zitten. En de totale druk, de totale energie die erin zit, die moet hetzelfde blijven ongeveer. Er komt niet zoveel energie bij. En wat er dan gebeurt is dat de druk opzij wordt minder. Al die druk zit zeg maar in de beweging. En dat betekent dat er minder druk opzij is. Er blijft nog wel druk aan de buitenkant en daarom gaan die blaadjes tegen elkaar aan. En dat is dus het principe van Bernoulli. De wet van Bernoulli. En die wordt gebruikt door zo'n vleugel. Want als we goed kijken naar die vleugel, dan zien we dat die aan de boven- en onderkant wat verschillende vormen heeft. Dit is een vleugel uit onze studieverzameling van een Cessna 150, vliegtuigje waar ik zelf op heb leren vliegen. Ik denk niet in deze, deze is waarschijnlijk gecrashed, want zo komen wij aan onze onderdelen op de faculteit. Dus daar zijn we soms heel dankbaar voor en dan hebben we opeens zo'n stuk vleugel. En die is dan keurig doorgezaagd. Je kunt trouwens ook zien dat je, hoe je zo'n vliegtuig zo licht maakt, een hele dunne origami met aluminium is het in feite. Maar goed, deze vleugel die heeft dus een verschillende vorm aan de boven- en onderkant. En als je nou lucht van voren komt, dan gaat een gedeelte bovenlangs, een gedeelte gaat onderlangs. En we zien dat die onderkant is wat platter. En die lucht gaat hier redelijk rechtdoor. En die bovenkant is boller, hè? Dus asymmetrisch heet dat het profiel. Dus die lucht hierboven heeft een langere weg af te leggen. En dan hoor je vaak van, nou, dat is heel eenvoudig, dan hebben we het eigenlijk al helemaal verklaard. Want die lucht hier beneden, die heeft een kortere weg, die boven heeft een langere weg. Dus die boven moet sneller gaan. Denk aan de A4'tjes waar de lucht doorheen gaat. En dat gaat hartstikke goed. Dat is dus volkomen flauwekul. Nou, volkomen flauwekul. Kijk, die blaadjes, dat klopt wel. En die lucht gaat boven ook wel harder. Maar dat die lucht hier harder gaat om tegelijk aan de achterkant aan te komen. Waarom zou die lucht dat willen? Ik bedoel,
lucht wil sowieso niks. Ze hebben helemaal geen enkele reden, dus ook geen enkele natuurkundige reden om hier tegelijk aan de achterkant aan te komen. En dat gebeurt dus ook helemaal niet. Ik heb een applicatie hier op deze tablet. En als het goed is, is die ook te zien op de schermen. Maar ik zie nu alleen maar een titelscherm. En dat is een soort kunstmatige windtunnel. En daar kan ik, het is moeilijk te zien in het licht, maar daar kan ik iets tekenen. En dan zet ik hier een vlakke plaat zet ik in de windtunnel. Nou, en dan zien we hoe die lucht daaromheen stroomt. Dat gaat niet zo goed voor. Dus die vleugelvorm die laat meteen al zien, die is duidelijk nodig. Dus ik heb ook thuis zitten tekenen. En dan heb ik zo'n vleugelvorm zitten tekenen. En dan zien we hier een vleugelvorm, en die heeft echt die dikke vorm ook als deze. Heeft een kleine hoek met de snelheid, een kleine invalshoek. En als we nu kijken naar die lucht, van komt die nou tegelijk aan achteraan? Dan is het zelfs zo dat die lucht die bovenlangs gaat, het lijkt wel bijna die lijn te raken, maar dat is een volgende lijn. Het gaat nog veel harder. Die lucht erboven gaat veel sneller dan die lucht beneden langs. Dus dat is hartstikke mooi als je aan Bernoulli denkt. Ze hoeven dus inderdaad niet tegelijk aan te komen. Maar het komt vooral dat we ze een klein hoekje hebben gegeven. En er wordt dus vooral lucht naar beneden geduwd door die vleugel. Die bovenkant die zuigt eigenlijk lucht. Er wordt een soort beetje zuiging ontstaat daar. Aan de achterkant vooral. En onder ontstaat extra druk. En daardoor wordt lucht naar beneden geduwd. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er draagkracht wordt gehorst. Dus als je dat hoort van die gelijke padlengte en je moet achteraan aankomen. Helemaal dus niet waar. Uiteindelijk als je uitzoomt wordt er gewoon lucht naar beneden gedrukt. En als je het een naar beneden drukt gaat de ander omhoog. En dat is ons vliegtuig. Dan zien we daar ook een getal onder staan, ratio L gedeeld door D. Dat betekent hoe goed de vleugel is. Deze is dus 8 goed. Wat is dat nou? Dat is de verhouding tussen de weerstand en de draagkracht, de lift noemen we dat. En dat is eigenlijk wat de vleugel doet. Hè? Die zet weerstand om in draagkracht. En dat doen ze heel goed. Die vliegtuigen als we die we net lieten zien. Als je daarnaar kijkt, als dan deze pijl de weerstand voorstelt die zo'n vleugel geeft. Dit is mij verteld dat dit 23 centimeter is. Dus dit stelt de weerstand voor. Hoeveel procent daarvan kan je omzetten in draagkracht? Nou, dan hoor je vaak mensen zeggen, bij veel rendementen is 50% al heel goed, 80 of 100. Maar als het 100 zou zijn, dan kon je natuurlijk zo'n motor die je gebruikt om die weerstand op te heffen, kon je net zo goed verticaal zetten. Dus het is meer dan 100. En het is, om precies te zijn, 17 keer zoveel als de weerstand. En dat hebben we een pijl voor laten maken die ook 17 keer zo hoog is. En dat betekent dat wat de vleugel doet, is deze weerstand omzetten in deze draagkracht. Onvoorstelbaar, hè? Als je het ziet, zo'n getal 17. Maar als je het dan ziet, denk je, jezus, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Nou, dat is echt. Dat gaat dus ook niet vanzelf. Die vleugel die is heel strak ontworpen dat heel weinig weerstand heeft. Het blijkt ook dat die dik moet zijn, dat het beter is dan dun. En dat wisten ze vroeger nog niet. De Wright brothers die ooit begonnen zijn, dan gaan we even terug naar het pleit van de Wright brothers, die hadden dus ook hele dunne vleugels. In 1903, het eerste gemotoriseerde vliegtuig, maakten zij dit vliegtuig, de Wright brothers, Wilbur en Orville. En ze deden hier proefjes mee. Er loopt ook een rails onder. Er zat een slim gewicht bij en een soort kabel waarmee ze de start maakten. Want dat kon die motor niet zo snel voor elkaar krijgen. Maar daarna was hij toch echt los en vloog hij op eigen kracht. Maar hele dunne vleugels. En er kon ook maar één persoon plat op liggen die ook nog moest sturen. En daarmee hebben ze in 17 december 1903 de eerste gemotoriseerde vlucht gemaakt. Er waren natuurlijk een heleboel pioniers bezig. Maar iemand moet dan de eer krijgen. En als je een goede fotograaf regelt, dan krijg je de eer. En zij hebben 37 meter gevlogen, de eerste vlucht, 12 seconden. En dat betekent dat ze ongeveer 11 kilometer per uur gingen. Nou, dat is een jogsnelheid, joggen. Dat was Orville die dit deed. Daarna mocht Wilbur. En die vloog de ontstellende afstand van 53 meter. Toen mocht Orville weer en die kwam nog weer verder, 61 meter. 3 meter hoog kwam die wel. Wauw. En daarna mocht Wilbur weer. En die heeft 260 meter gevlogen. Nou, dat vonden ze toch wel echt vliegen. En is dan ook meteen gecrashed daarna. En toen was het toestel kapot en we zaten de vluchten voor die dag erop. Maar de foto staat er en het was natuurlijk wel echt op eigen kracht vliegen. Eerste gemotoriseerde bemande vlucht.
En ja, het was natuurlijk niet een heel praktisch toestel. Hè? Als je zo'n kabel nodig hebt en dan liggend en dan 260 meter ver, daar kon je ook naartoe lopen. Maar het was een demonstratie van technologieën. En zij zelf zagen het ook als iets wel, ja, een mooi iets nieuws om te ontdekken. Maar zij dachten niet dat je er ooit mee van Parijs naar New York kon vliegen. En zoals we nu gewoon de oceaan overvliegen, zegt, ja, ze hebben ook letterlijk gezegd, dat kan natuurlijk nooit. Dus zelfs deze pioniers, die toen al voor dromers werden versleten, dachten van, nou, dat kan natuurlijk nooit. En het mooie is dat een van hen het nog heeft meegemaakt later, toen de Constellation, Lockheed Constellation, een propellervliegtuig, die wel de oceaan over kon vliegen, die is meegeweest. En die heeft meegemaakt dat het wel kon. Nou, dat moet toch wel fantastisch zijn geweest om dat mee te maken. Nou, heb ik gezegd van, nou, die luchtdruk en al dat verhaal wat ik heb verteld, dat is wel aardig, maar dan ben ik steeds uitgegaan van zeeniveau. Al die getallen die ik noemde, gelden alleen dicht bij de grond. En ja, je vraagt je natuurlijk af, wat gebeurt er als je hoger komt? Hoger in de atmosfeer. Nou, dat is ook nog niet zo eenvoudig. En ja, uiteindelijk wil je misschien wel zelfs de ruimte in. Waar begint die ruimte eigenlijk? Nou, dat ga ik bespreken in het volgende college.